bijvoorbeeld onder hypnose geweest. Ik heb een medium ingeschakeld die aan de hand van een fotoanalyse dingen over haar verteld heeft. En uit alle gesprekken, eigenlijk onafhankelijk van elkaar, kwam wel naar voren dat ze streng maar rechtvaardig was. En dat is wel heel erg grappig. Dus ook ik heb handschriftanalyse laten doen. Nou, noem maar op. Had je dat nog allemaal? Of heb je dat van een derde gekregen? Nee, ik heb op een gegeven moment heeft ze afscheid genomen van school omdat ze met pensioen ging. En heb ik ook een brief geschreven, want ze gingen een boek maken. En heb ik een bedankje geschreven, bedankje teruggekregen. En dat heb ik gebruikt, dat heeft een handschriftdeskundige onderzocht. En die heeft daar over, die kan daar bepaalde eigenschappen uithalen. Ja. En op dat gegeven van streng maar rechtvaardig. Ja, dan maak ik dan zelf weer werk op, eigen werk op, wat eigenlijk heel erg abstract is, zeg maar. Dus waar dan echt juffrouw van Vulpen wel de aanleiding was, maar wel uit beeld geraakt. Ze gaat wel weer naar achteren. Ja. En doe je dat met meerdere gegevens die je van haar hebt doorgekregen, want je hebt familie gesproken. Ja, ja. En wat voor gegevens wat je nog niet wist, heb je dus die van hun gekregen? Nou, sowieso dat streng maar rechtvaardig. Ook van wanneer ze gestorven is. En dat is heel toevallig, dat is op de verjaardag van mijn oudste dochter. Dus ik kom ook heel veel toevalligheidjes tegen dat je denkt van, dat kan helemaal niet. En het kan toch. Ja. En bijvoorbeeld ook dat medium, was een medium, een spiritueel medium in Friesland, die zei van, ze vindt het een goed project, goed dat ik dat doe en zo. Dus die had al toestemming gekregen, maar dat wordt dan weer daardoor bevestigd. Ja. Ben je nog met meerdere dingen, heb je er van weten te krijgen wat die juffrouw nog was? Maar dat is echt een heel groot verhaal. Dat is denk ik te groot om hier nu te vertellen. Bijvoorbeeld, ik kom natuurlijk uit het katholieke gedeelte van Zevenhoven. En vroeger dan deed je altijd in de eerste klas je eerste heilige communie. En daar heb ik me eigenlijk wel in vergist, want later ging je ook nog, deed je groot aannemen of zo. Vormd, en in de zesde klas, het vroeger werd, deed je je plechtige heilige communie. Ja, maar goed, dan moest je zo'n jurkje aan en bij juffrouw van Vulpen, die had al die jurkjes op een rij, die hoefde dan de ouders niet te kopen. Die had zelf een hele verzameling. En dan konden de meisjes allemaal in dezelfde soort jurkje, want ze hadden ook verschillende maten. Dan konden we bij haar thuis moesten we komen en dan gingen we dat passen. En iedereen kreeg dan zo'n jurkje, maar dat waren van die zweetjurkjes. Want die waren gemaakt van parachutestof. Oh, maar iedereen die zit nou eigenlijk, als ze parachutestof hebben, willen ze er een bruidsjurk van maken. Oh ja? Ja, dan hangt er een doopjurkje. Ja. Want die hangt in het historisch cultureel in Nieuwkoop. De Zevensprong heeft daar, het oudheidkundig museum heeft daar gehad. Ja. Die van Gemke. Van, ja? Die heeft daar is van. Ja, uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik weet waar je het over hebt. Daar is een bruidsjurk ook van gemaakt. En daarna is er een doopjurkje van gemaakt. Mevrouw Thijsterman is daar geloof ik in getrouwd. Ja, maar dat was in die tijd natuurlijk. Ja. Dat, dus en nu heb ik het laatste stukje gelezen. Die had ook een parachute. En daar moest ook weer een trouwjurk van gemaakt worden. Dus. Nu nog dan? Ja. Ja. Oh, het zit voor geen meter, want je zweet. Ongelooflijk. Ja. Dat, maar goed, wat ik toen bedacht had, ik dacht, het was natuurlijk oorlog geweest en die parachutestof was zat voorhanden, dat kost natuurlijk niks. En toen dacht ik van als zij die stof had, zou het wel fijn geweest zijn als er ook in Zevenhoven een vliegtuig was neergestort. Dus dat ben ik gaan onderzoeken en dat is ook werkelijk gebeurd.
En daar heb ik een heel verhaal omheen gemaakt. En ja, dat zijn gewoon fantastische belevenissen. Ja, dat, en daar maak ik dan ook mijn werk op. Dat, ja. Iedere keer als je weer wat vindt, wat ze hebben gedaan, dan ga je dus verder zoeken. Ja, wat daarmee gebeurd is of waarom iets gebeurd is. En dan wijk je daar weer over uit. Ja, nou, ik ga dan fantaseren. Ja, ja. Ik ga fantaseren van, nou, het zou leuk zijn als dit gebeurt of dat. En dan ga ik het verzinnen. En dan gebeurt het. Dan, ja, heel vaak is het ook echt gebeurd. Dat, of dan kom ik tegen in onderzoek van, ja, het is ook echt gebeurd. En dat is fantastisch. Heb je dat wel meer dat je denkt, dit zou ik leuk vinden als dat gebeurt. En dat het ook echt gebeurd is, maak je dat vaker mee? Nou, het gebeurt, ik maak het ook andersom mee. Dat ik, kijk bijvoorbeeld juffrouw Vervulpen, die is altijd vrijgezel geweest. Ze woonde met haar gehandicapte zus in één huis en daar zorgde ze ook voor. En ze is nooit getrouwd geweest en toen dacht ik van ja, eigenlijk vind ik het best wel zielig als iemand nooit een vriendje gehad heeft of zo. Dat vond ik best wel sneu, weet je wel. Een beetje, ja, zit je zo te fantaseren. En ik dacht van, nou, het had leuk geweest. Al had ze toch een vriendje gehad. Nou ja, stel dat dat zo zou zijn. Van, ja, wat voor soort vriendje is dat dan? Nou, dat moest dan een professor zijn. Want dat vind ik dan wel weer professor en juf. Dat klopt dan wel weer bij elkaar. En, ja, wat moet er dan, wat dan nog meer? Ja, hij moet een beetje een mooie naam hebben. En nou, dan ga je verzinnen en praten. En nou, Freudentaal. Ja, Freudentaal. Leuke naam. Dat professor Freudentaal. En dan ga je googelen. En dan bestaat die man echt. En hij was wiskundige. Heeft een, ook nog een, als hobby een nieuwe taal opgezet. Om te kunnen praten met buitenaardse wezens. Dus je komt echt veel verder. En dat zijn zulke verrassende dingen. Dat, dus elke keer kom je... Straks loop jij te zweven, hoor. Ja, dat, dat zou makkelijk kunnen. Maar dat is gewoon fantastisch. En ook ongelooflijk. En zo ongelooflijk dat het niet waar kan zijn. Dus dat, heb je een vriendje gehad? Volgens de nicht niet. Maar ja, ik weet het niet. Dat... ja. Goed, we gaan eerst nog eventjes naar muziek luisteren. Wat is... Ja. Nou, zoals ik al net zei toen me even voorgesteld van, had ik het over dat ik bezig was met de studie bij cultuurwetenschap jaren geleden. En die moest ik stoppen omdat mijn dochter toen heel erg ziek geworden was. En dit liedje, Secret Garden, You Raise Me Up, dat heeft mij er toen wel heel erg doorheen gesleept. En dat is wat ik mensen ook heel graag gun in moeilijke tijden. Het is weliswaar een Engels lied, het is wel heel erg mooi. En ja, wat ik mensen gun is gewoon dat ze door moeilijke tijden toch ergens door wie dan ook gesteund worden om weer door te kunnen. Is toch een mooi iets. Ja. We gaan er naar luisteren. Thank you.